Ze kunnen hun geluk niet op, de ondernemers van de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Voor het eerst heeft Heemstede deze titel in de wacht gesleept. Kosten nog moeite zijn gespaard. We hebben een snackbar-eigenaar die heeft gisteren nog 400 milkshakes weggegeven om maar stemmen te winnen. We hebben een juwelier die schenkt een horloge. We hebben zelf een iPad in de strijd gegooid. Er is een opticien die 5 Ray-Ban-zonnebrillen ter beschikking stelt. We hebben er alles aan gedaan. Hebben jullie die prijs dan eigenlijk niet een beetje gekocht? Nee, dat vind ik niet. Ik bedoel, we hebben met z'n allen ons keihard ingezet. En ja, je kent de mensen vandaag de dag. Als je iets vriendelijk vraagt, dan krijg je niks. Dus je moet ze altijd een klein beetje belonen. Hoe dan ook, de milkshakes in ruil voor stemmen waren niet aan te slepen. Maar ook zonder shakes, horloges of zonnebrillen was de titel hoogstwaarschijnlijk in de pocket. Jazeker, de leukste winkelstraat van Nederland. Vindt u dat nou echt? Ja, vind ik echt. Hebben we gewonnen? We hebben gewonnen. Echt waar? Oh, wat leuk! Nou, fantastisch! Meneer, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja. Weet u ook waarom? Nee, ik zou het niet weten. U loopt in de leukste winkelstraat van Nederland. Oké, dank. Zojuist bekendgemaakt. Oh, dankjewel. Bent u het daarmee eens? Ik wel. Waarom? Ja, zomer. Helemaal niks kan de pret in Heemstede nog drukken. Hoewel, helemaal niks.